In Oeschees zijn deze week, verspreid door het dorp, ineens 11 van dit soort zuilen verschenen. De zuilen staan op historische plaatsen in het dorp. In park Landskroon werd de zuil vrijdagmiddag onthuld door wethouder Matthijs Huizing. Dat zijn zuilen die informatie geven over de plek waar je staat. En dan historische informatie. Wat is die plek geweest? Hoe heeft die zich ontwikkeld? En op die zuil staat niet alleen een korte tekst, maar ook zit er een QR-code op, waardoor je naar de website van de historische vereniging Oeschees kan. En dan staat er uitgebreide informatie over de plek, maar ook met foto's, etc. Dus heel leerzaam en leuk. De zuilen zijn geplaatst door de gemeente. Op initiatief van historische vereniging Oeschees. Nou, omdat door de informatie die op die zuilen staat, de mensen die hier langskomen wandelen, gewoon eigenlijk alle inwoners en passanten, heel makkelijk informatie meegeeft over wetenswaardigheden, historische plekken in het dorp, waar je anders naar op zoek moet. En dan moet je op internet gaan zoeken of je moet naar de bibliotheek gaan. En zo loop je er tegenaan. En het verbaasde me eigenlijk dat je dat in het buitenland heel veel tegenkomt als je op vakantie bent. En dan vind je het leuk en dan ga je kijken en denk je, waar ben ik eigenlijk? En in het dorp hadden we dat niet en dat hebben we nu gelukkig wel. Dus daar zijn we heel blij mee. Naast de zuil in park Landskroon zijn er nog 10 zuilen geplaatst in het dorp. Onder andere bij het verdwenen kasteel Abtspoel aan de Abtspoelweg richting Warmond. Ze staan bij het Groene Kerkje, waar vroeger de wijk Haaswijk, het landgoed Haaswijk stond, waar nu de woonwijk Haaswijk is gebouwd. En ze staan bijvoorbeeld ook aan de Geverstraat, waar vroeger de zandsloot liep tussen het centrum van Leiden door Oeschees naar de Rijnsburgse Vliet, wat nu het Oeschees Kanaal heet. De wethouder is blij met de komst van de zuilen. Voor hem kwam dit idee ook als geroepen. Binnenkort behandel ik in de gemeenteraad de erfgoednota. Dat is compleet nieuw voor Oeschees. Hoe gaan wij om met ons erfgoed? En het thema is behoud door bescherming, benutting en beleving. En om maar die laatste te pakken, beleving. Ja, als je kan wel erfgoed hebben, maar als je er niks over te weten komt of van kan leren of het kan beleven, wat heb je er dan aan? Nou, en dit is nou typisch een voorbeeld over hoe je met elkaar kan leren over erfgoed en het met elkaar kan beleven. Voorlopig staan er dus 11 zuilen in het dorp. De kans is aanwezig dat er in de toekomst meer van dit soort zuilen bijkomen. Maar daar moet de gemeenteraad nog over beslissen.